is dit jaar het jubileumjaar 100 jaar De Stijl. En wat heel weinig mensen weten is dat naast Piet Mondriaan, Van Doesburg, Van der Lek en Rietveld ook Huszár een van de oprichters was. Een Hongaar die in Voorburg werkte en vanuit Voorburg naar Harderwijk verhuisde, naar Hierde om precies te zijn. En hij heeft hier van de jaren 30 tot 1960 permanent gewoond en ligt begraven op de begraafplaats hier in Harderwijk. Is het jaar dat De Stijl werd opgericht en dat vieren we dit jaar, dat 100 jaar geleden is. En ik hoop dat Vilmos Huszár, tot nu toe de grote onbekende van De Stijl, aan het eind van deze tentoonstelling de grote bekende van Harderwijk genoemd zal worden.